mogen dus stemmen op waterschapsverkiezingen. En dan kun je dus kiezen hoe en op welke manier je het bestuur van het waterschap ingericht wil hebben. En dat kan dus eigenlijk kan je dus kiezen op verschillende partijen. Een waterschap zorgt dus voor veilige dijken, voor schoon water. Die zuiveren dus ook ons rioolwater. En zorgt voor voldoende water in de sloten. En dat is eigenlijk het werk wat het waterschap doet. En hoe en op welke manier en wat voor keuzes je daarin maakt, daarvoor heb je een bestuur. En op dat bestuur daar kun je op 15 maart op kiezen. Het is duidelijk waar we op stemmen, op het bestuur. Maar wat is de taak van het bestuur? Nou, eigenlijk kun je... Kijk, iedereen is natuurlijk voor een veilige dijk. Daar hoeven we niet zo heel veel discussie over te voeren. Maar wat kun je nou eigenlijk allemaal doen op die dijk? Hè? Die dijk die moet veilig zijn. Maar is er bijvoorbeeld ook meer plek voor recreatie? Of wil je eigenlijk gewoon dat die dijk vooral doet wat die moet doen? Namelijk water tegenhouden. Maar je kunt ook bedenken van... wil ik bijvoorbeeld... Het gaat over schoon water. We willen graag schoon water hebben. Maar wat is schoon genoeg? Dus dan kun je kijken van... vind ik het water voldoende schoon genoeg? Wil ik het nog schoner hebben of is het schoon genoeg? Nou, daarop kun je stemmen. Maar zo makkelijk is dat nou ook weer niet. Nou, ik zal je als voorbeeld geven om het een beetje ingewikkeld te maken. Het water wat hier instroomt. Ja, daar hebben we natuurlijk sowieso niet zo heel gek veel invloed op. De rivier, maar de rivier dat is voor Rijkswaterstaat. Maar we staan hier nu hier aan de kade. Dat is weer een beetje gemeente. Maar als we op de dijk zouden staan, dan gaat het waterschap over. Voor de mensen die er toch iets meer over willen weten, is er vanavond een livestream van de Lux om 8 uur. Deze is gratis te volgen en gaat dieper in op de waterschappen.